De afgelopen wedstrijd van VVV. Verliezen, verliezen, verliezen. Je verliest Kirschbaum, je verliest Germi, je verliest Post. Je verliest die wedstrijd. En langzamerhand begin je ook die voorsprong op je concurrenten te verliezen. Want die winnen wel. Dit is Koffie met de Koning. Normaal wordt er altijd gezegd, never change a winning team. Maar als je niet wint, moet je dan juist wel heel veel gaan veranderen. Dat en nog veel meer gaan we Hans vragen. Hans, het was godsamme balen, hè? Ja, ik heb het ook oneerlijk verlies genoemd. Ja. En weet je, als je de hele wedstrijd ziet, ik denk gelijkwaardig. En dat we gewoon na de rust hartstikke goed uitkomen. Goede 2-1 maken. Dat bijna 3-1 maken. Maar bijna tel niet in de voetbal. Ja. Maar dan door middel van dat moment dat die keeper uittrapt en een duel met Roy Gelmi en dat hij daar zijn tweede gele kaart voor krijgt en rood. Ja, dat zet de wedstrijd op zijn kop. Ja. En uiteindelijk de hele weekend gekeken naar voetbal. En er zijn zoveel clubs die tegen 11 de bovenliggende partij waren en voorsprong hadden. En die dan de tweede of een directe rood kregen en de wedstrijd verliezen. Dus dat doet wel heel veel pijn. En ook bij de groep, want dat heb je wel gemerkt. Ja, je verliest die wedstrijd voorafgaand aan de wedstrijd, een paar dagen daarvoor. Verlies je eigenlijk, ja, gelukkig niet letterlijk, je keeper Kirschbaum. Die mag vanwege de regels, ook al heeft hij geen corona, mag hij Duitsland niet uit. Moet hij in thuisquarantaine, dus je moet met een andere keeper gaan beginnen. Je verliest Germi tijdens de wedstrijd. En eigenlijk verlies je Post alvast voor de volgende wedstrijd, want die pakt zijn vijfde gele kaart dit seizoen. Ja, maar oké. Met Torsten is het een wettelijk gevolg geworden. Daar hebben we op de club heel lang mee aan het steggelen geweest. Ja, en dan krijg je het vervolg. Danny, maar dat weten we met Dan, die is altijd wel een speler die overal toch heel veel moet corrigeren. Ja, maar niet in de 17e minuut maar dat is gelul, Lucas. Kijk, dat zijn momenten in de wedstrijd als hij het in de 44e minuut doet. En het zijn gewoon duels die er gespeeld worden. Vond je het geel? Ja, maar oké, dat is in Nederland toch een discussie op dit moment. Dat geldt ook voor de eerste gele kaart met Kelmi. Dat wordt gevlagd voor buitenspel. Er wordt door laten spelen omdat de spits nog niet in balbezit is. Roy, die maakt daar een overtreding. Dan wordt de zwaarste overtreding geteld. Nou, daar vind ik nergens op slaan, maar dat is dus de uitleg. Ja, en als je dan de tweede gele kaart ziet van Roy Kelmi, dat is een duel. Misschien is het nog eens een vrije bal. En dan gebeurt dat, dan verlies je dus Roy voor de aankomende wedstrijd. Je verliest daar weer. Had jij het idee dat die scheidsrechter schrok? Nou, ik had het idee dat hij niet wist dat hij hem al daar had gegeven. Dus. Dat hij toen die geel gaf, dat hij dacht, oh, dit was zijn tweede. Ja, maar als je een beetje je eigen inleven in wedstrijden. Ik Bas Nijhuis had dit nooit gedaan. Even terug naar die wedstrijd. Hè? Jij leest dat ook. Jij hoort dat natuurlijk ook. Ja, die koning. Weet hij trouwens niet dat we 5 keer mogen wisselen? Of weet hij de koning niet dat we voor de 90ste minuut mogen wisselen? Maar weet je, we hebben 16 nieuwe coaches in Nederland. Iedereen weet altijd het beste achteraf. En dat is vaak het mooiste. Maar je kan wel wisselen om het wisselen. Maar het gaat om ons. Wij willen bepaalde situaties. We trainen heel de week met die jongens. We weten hoe die jongens ervoor staan. We weten ook welke jongens je wel en niet kan gebruiken met eventueel komende weken, blessures. Dus er zijn zoveel factoren waardoor je momenten kiest, waardoor je wel en niet beter kan worden. En wij hadden op een gegeven moment, als je tegen 10 tegen 11 komt, wordt dat vrij lastig. Dan zeg je, Hans, dat is achteraf. Nu word je dus gedwongen om vooraf al bepaalde dingen om te zetten. Maar dat doen we elke wedstrijd vooraf. Snap ik. Wij willen met z'n allen. Het lijkt me niet dat jullie daarboven zitten dobbelen wie gaat spelen. Of in die hoge hoed, weet je. Anders, oh, nee, die niet vandaag. Jongens, wij doen alles met bewustheid. We kijken naar tegenstander. Waar we liggen bij hun de kwaliteiten? Waar liggen de mindere kwaliteiten van hun? Hoe speel je daarop in? En als je de wedstrijd gewoon grofweg analyseert, 11 tegen 11, gaan wij gewoon met 3 punten weg uit Waalwijk. Ja, dan heb je daarna, want je zegt net, heel veel wedstrijden in heel korte tijd. Op donderdag volgt, of woensdag in ieder geval, midweeks volgt Almere. Dan in het weekend daarna moet je alweer voetballen. Twente en dan die dinsdag erop PSV uit. Ja, normaal zeg je dan heb je even 3-4 weken winterstop. Nee, niks hè. Drie dagen. Ja, en dan mag je weer. Ja, oké, maar weet je, dat is nou helemaal zo. Yo, weet je, daarom zeg ik ook, je moet ook wel overwogen constant laveren tussen arbeidsrustverhoudingen. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Nog even over die wedstrijd tegen Feyenoord. Ik zal niet zeggen, Feyenoord gaat ook niet zo lekker, hè? Met een knipoog van wij ook niet.
Nee, maar okay. Feyenoord gaat ook gewoon niet zoals ze het gedacht hadden. Nee, maar oké, okay, uiteindelijk zie je, ook bij Feyenoord, als die een x-aantal spelers niet hebben, dat het ook kwetsbaar is. Hè? Want er wordt advocaat ook praat. Ja, ik mis er 5, 6. Ja, dat is een gegeven. Hoe gaan wij daarmee om? En ik denk dat als je met elkaar 100% daarin gelooft, dat er ook zondag, echt zondag, ook weer gewoon punten te halen valt voor ons. Ja. En daar is ook iedereen van bewust. Ja. Goed, op naar de wedstrijd tegen Feyenoord met andere mensen in het veld, met andere mensen om het veld. En hopelijk eindelijk weer eens een ander resultaat, want dat verliezen, ik ben het beu. En Hans volgens mij.